theatermaker en rolstoelsporter Mark de Hond heeft voordat hij in juni overleed een sprookje voor de Efteling geschreven. Het attractiepark in Kaatsheuvel brengt samen met twee uitgeverijen De Redders van Ruigrijk, zoals het verhaal heet, komend voorjaar in verschillende versies uit. Tekst gaat verder onder advertentie. Er verschijnt een prentenboek, een voorleesversie en een tactiel prentenboek, speciaal voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking. In deze versie zijn de illustraties voelbaar en wordt de tekst zowel in drukletters als in braille weergegeven. De Redders van Ruigrijk vertelt over Rutger, een jongen die de sterkste en stoerste ridder van het land wil worden. Maar omdat Rutger in een rolstoel zit, lijkt dit een moeilijk te verwezenlijken droom. Toch besluit hij, als een draak de bewoners van Ruigrijk bedreigt, op pad te gaan met zijn buurmeisje Ella, dat niet kan zien, om iedereen te redden. Laatste wensende, hielp de Efteling al een paar jaar als adviseur om het park toegankelijker voor iedereen te maken. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de speeltuin Nest, die deze zomer in de Efteling wordt geopend en zijn toegankelijke karakter te danken heeft aan zijn adviezen. Volgens de Efteling is er bij het ontwerpen en ontwikkelen van dit speelbod rekening gehouden met bezoekers met of zonder een zichtbare of niet zichtbare beperking. We hebben elkaar geïnspireerd en hierdoor kwam hij op het idee van een sprookje voor de Efteling, stelt directeur Koen Sanders van de Efteling. Het is geweldig dat we dit verhaal eindelijk met de buitenwereld delen. Remona de Hond, de weduwe van Mark, noemt het uitbrengen van de Ridders van Ruigrijk de bekroning op de samenwerking met de Efteling. Vlak voor zijn overlijden heeft hij duidelijk laten weten dat dit een van zijn laatste wensen was. Ik ben erg trots en dankbaar dat de Efteling op deze manier zijn naam vereeuwigt. De Efteling realiseert de boeken in nauwe samenwerking met de stichting Prentenboeken Plu en uitgeverij Uniboek Het Spectrum. De Hond overleed begin juni op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij maakte in eerste instantie naam als internetondernemer en DJ. Door een operatie aan een tumor in zijn ruggenmerg belandde De Hond in 2002 in een rolstoel. Hierna maakte hij carrière als rolstoelsporter, schrijver en theatermaker. Buzzelets Blok ADE